komen oorspronkelijk uit Mexico en worden vaak stereotyperend geassocieerd met handtassen. Hoewel ze worden beschouwd als het kleinste hondenras ter wereld, mogen ze nooit worden onderschat. Vandaag in Zoo Plus Magazine, Chihuahuas. Laten we eens nader bekijken wat deze charmante hondjes zo populair maakt en waarom ze allesbehalve een accessoire zijn. Chihuahuas zijn er in twee soorten. De ene heeft een langere vacht die glad of lichtgolvend kan zijn met een kenmerkende kraag. De andere heeft een korte, gladde vacht die zacht en glanzend is en kort tegen het lichaam aan ligt. De kleuren zijn nog gevarieerder. Van wit tot crème tot zwart, de Chihuahua bestrijkt een breed scala aan kleuren. Honden met een langere vacht vereisen iets meer zorg bij het kammen. Ondanks hun grootte zijn Chihuahuas allesbehalve schattige accessoires. Ze zitten vol energie en zijn erg speels. Met hun uitgesproken ego staan ze graag in het middelpunt van de belangstelling en lijken ze zeer zelfverzekerd en moedig. Vooral in contact met andere honden kunnen ze tekenen van grootheidswaanzin of overmoed vertonen. Chihuahuas denken graag dat ze de grootste zijn. Maar als ze erin slagen hun ego opzij te zetten, voelen ze zich best op hun gemak in de roedel. Dit betekent dat ze goed overweg kunnen met speelkameraadjes. Wat je op het eerste gezicht misschien niet zou denken, is dat ze met hun uitstekende gehoor en constante alertheid uitstekende waakhonden zijn. De Chihuahua is geen typische schoothond. Hij heeft veel nabijheid en genegenheid van zijn baasjes nodig, maar ook veel beweging. Hij is bijvoorbeeld een natuurlijke apporteerder en houdt ervan te jagen op ballen of kleine knuffels en die te apporteren. Het kleine lichaam heeft ook goede spieren. En om dat zo te houden moet je hem beslist niet de meeste tijd in je armen of in een tas dragen. Vanwege zijn zelfvertrouwen, je mag ook zeggen koppigheid, heeft de Chihuahua beslist consequente training nodig. Anders kan hij veranderen in een kleine tiran. Dit hondenras houdt er niet van alleen te worden gelaten. Chihuahuas zijn perfect te trainen en kunnen voor bepaalde periodes goed meedoen. Maar ze hebben duidelijk liever hun verzorgers in de buurt. Voor zulke kleine hondjes maken veel werkgevers een uitzondering en laten ze toe op kantoor. Chihuahuas zijn kleine bundels energie met een hoge voedingsbehoefte, zodat hun lichaam hun temperament aan kan. Bij het voeren moet je altijd rekening houden met de leeftijd, het gewicht en het activiteitenniveau van je hond. Voor kleine rassen is het belangrijk te letten op de samenstelling en dat de brokjes hapklaar en dus gemakkelijk te kauwen zijn. Vooral wat betreft voedingsstoffen en vitamine. Een te hoge of te lage dosering kan zelfs schade veroorzaken. Speciaal op Chihuahuas afgestemd rasvoer heeft een optimale samenstelling van voedingsstoffen, maakt het voeren gemakkelijker voor je en is absoluut geschikt voor de veel eisende smaak van de hond. Dit is verkrijgbaar bij fabrikanten als Royal Canin of een voeding voor kleine rassen van Concept for Life. Hoewel ze vrij klein zijn, hoeven ze zich niet te verstoppen voor andere honden. Qua levensverwachting komt bijna geen enkel ras bij hen in de buurt. Chihuahuas kunnen tussen de 15 en 20 jaar oud worden. Ze zijn robuust en winterhard als ze uit een verantwoorde fokkerij komen. Helaas worden ze vaak extra klein gefokt, waardoor ze vatbaarder zijn voor ziekte. Ik hoop dat mijn tips je kunnen helpen. Tot snel op dit kanaal.